Hey, ik ben Pim van frituurgezond.nl en in deze video unbox ik de Blokker XXL hete luchtfriteuze en deel ik met jou mijn eerste indruk. De Blokker XXL is een airfryer met een inhoud van 5,5 liter en een laadvermogen van 1400 gram. In de doos vinden we de airfryer en een korte handleiding met wat uitleg over het gebruik. De Blokker XXL is van de buitenkant glanzend zwart en heeft een matgrijze bovenzijde. En aan de voorkant vinden we een rond display, want dit is een digitale airfryer. Aan de achterkant zit de uitlaat, de hete lucht wordt schuin naar boven uitgeblazen. We zien hier ook de kabel met een lengte van 120 cm en dat is een groot pluspunt, want bij de meeste airfryers is de kabel een stuk korter. In de airfryer bevindt zich een volledig uitneembare pan. In de pan zit het frituurmandje en het mandje haal je los van de pan door de veiligheidspal naar voren te schuiven en op het knopje bovenop het handvat te drukken. Het mandje heeft een geperforeerde bodem en de pan zelf heeft een gladde binnenkant. Het display springt aan wanneer je de stekker in het stopcontact steekt. Met de powerknop wordt het volledige display zichtbaar en deze powerknop fungeert ook als start-stop knop. Aan de linkerzijde kunnen we de tijd instellen tot een maximum van 30 minuten. En rechts stel je de temperatuur in van 80 tot 200 graden met stappen van 5 graden. Laten we kijken hoe goed de Blokker XXL Airfryer presteert. We gaan eerst havermoutkoekjes maken. We maken beslag van havermout, pindakaas, banaan en dadels. En met het beslag maken we bolletjes en deze gaan 10 minuten op 160 graden in de airfryer. Het resultaat zijn knapperige koekjes. Zeker een aanrader. Tot slot testen we natuurlijk frietjes. Hiervoor gebruik ik een zak van 700 gram verse friet. De friet gaat in een voorverwarmde airfryer en ik stel de baktijd in op 180 graden en 20 minuten. En kijk eens aan, heerlijke goudgele en krokante frietjes. Het goede bakresultaat is mede te danken aan de ruime frituurmand. Nou, mijn eerste indruk van de Blokker XXL airfryer is zeer goed. Het is een nette, ruime airfryer met goede bakresultaten en die wordt aangeboden voor een keurige prijs. Ik wil je bedanken voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter als je wat hebt gehad aan deze video. En abonneer je op mijn kanaal voor meer video's over airfryers. Tot de volgende keer.